Dag beste vrienden in de hier, vandaag 9 juli, vrede. We komen bijna aan het einde van dit heel mooie boek, een heel mooie tocht met de aartsvaderen, met het boek van Genesis. En vandaag krijgen we een wonder mooi verhaal. Het is echt met vreugde zien hoe in het Oude Testament, in dat eerste boek, zoveel genade en wonderen te vinden is. Het is echt iets die alle christenen zouden leren kennen en ontdekken. Het is vernieuwend, vernieuwd ook voor ieder van ons, voor mijzelf in deze dagen. Deze genade van in Sabbatia. Ik heb toen bij het Sabbatia, bij ons gemeenschap, dat boek voor het eerst leren kennen en ontdekt alles dat hier te vinden is, ook voor ons eigen leven en tocht met de Heer. En vandaag komt vooraf beeld van God de Vader. Het is heel mooi, het is heel wonderbaar hoe de Bijbel in de teksten van het woord van God ons kunnen leiden, ook vandaar en nu. Stellen we onze harten open voor de Heer, voor zijn blik over ons, voor zijn licht en zijn genade. Dan, het is Genesis hoofdstuk 46. In die dagen ging Israël op weg met al de zijnen. Hij kwam in Beersheba en droeg daar slachtoffers op aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in een nachtelijk visioen. Jacob, Jacob, hij antwoordde, hier ben ik. God zei, ik ben God, de God van uw vader. Je moet er niet tegen opzien naar Egypte te trekken, want ik zou daar een groot volk van u maken. Ik zelf zou u naar Egypte vergezellen en ik zou u ook weer terugbrengen. Jozef zou u de ogen sluiten. Toen verliet Jacob Beersheba. Israëls zonen lieten hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen reizen op de wagens die Farao daarvoor had meegegeven. Ook hun veestapel en hun bezittingen namen ze mee. Al wat ze in Canaan verworven hadden. Zo trok Jacob met al zijn nakomelingen naar Egypte. Zijn zonen en zijn kleinzonen, zijn dochters en kleindochters, al zijn nakomelingen, nam hij mee naar Egypte. Jacob stuurde Juda naar Jozef met het verzoek in Gozen bij hem te komen. Toen zij in Gozen aangekomen waren, liet Jozef zijn wagen inspannen en reed naar Gozen om zijn vader Israël te begroeten. Toen hij hem ontmoette, viel hij hem om de hals en bleef lang tijd op zijn schouder schreeuwen. Israël sprak tot Jozef, laat de dood nu maar komen. Ik heb u nu weer gezien en weet dat hij nog leeft. Dan het is echt een heel mooie passage, een heel ontroerd en ook vol van liefde van de Vader. Het is wonderbaar, we zijn pas in het Oude Testament. En het is, er zijn zoveel voorafbeelden die voor ons de drieheid tonen. God de Vader, Jezus Christus, de Heilige Geest, zij zijn al hier sinds het begin. En wij zijn een paar versen hier die voor ons interessant zijn, ook om beter te begrijpen de weg die wij gaan nog blijven volgen. Volgende week beginnen wij met het boek Exodus. En zo gaan wij deze tocht met het woord van God beleven. En deze visioen die Israël heeft ontvangen, en het is heel interessant, hij werd genoemd Jacob, de naam die hij had voordat God zijn naam veranderde. Dat is het laatste visioen van de aartsvaderen. Dat sluit een beetje dit blok van het boek Genesis,
van visioenen. En God zegt, wees niet bang om naar Egypte te trekken. Het is al in verwijzing van wat het volk zou beleven met de uittocht. Dat wij binnenkort gaan ook zien. Het is in vervolging van wat wij nu beginnen te zien in het boek van Exodus. En wat Jacob, Israël beleefd hier is ook wat Abraham heeft beleefd. Wij zien dat wat de aartsvaderen beleven, het is in consequentie, er is in verband met het verleden, het is in waar die ook kan herhaald worden voor andere mensen. Het is ook wat wij kunnen zien met het Oude Testament, er zijn heel veel elementen die ons kunnen wezen, de weg wezen in ons eigen leven. Daarom in beleving, in parcours met het woord van God, kan heel veel nieuwe elementen in onze eigen leven en roepingen openbaren. Het is de genade van het Sabbatjaar bij ons gemeenschap. Het is niets buitengewoon in de zin van inhoud. Het is het woord van God laten ons bewegen. En met het volk van God ook op tocht te gaan. En God leren kennen, stap per stap. En als wij God leren kennen, leren wij onszelf kennen. En herkennen wij, leren wij kennen onze roeping. Dat is heel belangrijk, dat wij in ons leven onze roeping kunnen ontvangen. En hier zien wij dat deze verwijzing naar Egypte te gaan, is ook een verwijzing voor dit uittocht. Het is ook een roeping van God voor ons. Elke keer dat Hij ons roept om uit te trekken, om iets te verlaten, bereidt Hij voor ons een zegen voor. Het is een zekerheid. Er zijn mensen die soms 9 maanden stoppen voor het Sabbatjaar, zelfs resinen in verschillende omstandigheden. En het is altijd op het eind deze zekerheid. Zij ontvangen meer dan zij hebben achtergelaten tijdelijk. En het is ook in genade als God ons verder roept. Hij heeft altijd veel meer dan wat wij hebben achtergelaten. Ik ga nooit stoppen en nooit moe worden om dat te zeggen. Omdat soms moeten wij herhalen zodat de harten die geroepen zijn overtuigd zijn door de Heilige Geest. Dat wat wij nu hebben, dat verzadigt niet ons hart. Wat verzadigt ons hart is de wil van God te doen, te proberen doen en voor eerst leren kennen en kunnen in vrijheid ja beantwoorden. En op het einde zien wij in deze passage, ja, de rode draad van deze passage is deze ontmoeting van Israël en Jozef. Israël de vader en Jozef de zoon. De beminde zoon van hem. En het is een verhaal die we kunnen vergelijken met het verhaal van de parabel van de verloren zoon in Lucas 15. Als je de 2 verhalen naast elkaar plaatst, ga je zien dat echt veel details overeenkomen. Het is heel mooi omdat hier gaat alle 2 verhalen over een ontmoeting van een zoon en een vader. Maar hier zijn de bewegingen gedraaid. Daar, in het evangelie, gaat de vader naar de zoon toe. En hier gaat de zoon naar de vader toe. Dus echt de afsluiting ook van, over deze genade, van verzoening, waarover we hebben gezegd de laatste dagen. Hier komt de verzoening tot volle betekenis aan bod. En het is heel mooi zien hoe de genade van liefde heel sterk is. En de liefde beginnen wij ontvangen van de vader, van God de vader voor eerst. De liefde van de vader is heel belangrijk in ons leven als mensen op deze aarde, maar ook als kinderen van God. Mocht er een gebrek zijn aan liefde van de vader van onze eigen familie, God de Vader kan dat vervullen. Het is een weg, het is een wonder, het is een proces, ja, maar God de Vader vervult onze harten. En de liefde van God de Vader heeft ons ook een open mogelijkheid om te groeien, om niet onszelf te laten worden
in onze talenten, in onze kwaliteit ook. En op de psalm, bij de psalm 37, krijgen we in samenvatting van alles dat we hebben gezien deze dagen met Jozef, deze zekerheid: God laat ons niet in de steek. God laat ons nooit in de steek. Laten we dan de psalm lezen. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is, dan zult Hij vele uw land bewonen. Zoek uw geluk bij de Heer, Hij heeft u wat uw hart begeert. De Heer draagt zorg voor het leven der vromen, hun erfdeel blijft voor altijd bijeen. Zij staat niet verlegen in tijden van rampspoed, maar worden verzadigd bij hongersnood. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is, dan wordt hij voor eeuwig hier wonen. Want God bemint de gerechtigheid, verlaat zijn getrouwen niet. Het heil van de vromen komt van de Heer, Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling. De Heer staat hen bij en bevrijdt hen, Hij redt die zich tot hem wenden. Nou, deze psalm is echt een bevestiging. Wie vertrouwt op de Heer, krijgt 1000 genade. Het vertrouwen in de Heer doet ons ervaren, de trouw van de Heer. God laat ons niet in steek als Hij weet dat wij ons vertrouwen op Hem stellen. Dat is een grote zekerheid. En in deze week heb ik ook gezien... die in verband maakt tussen geloof en vertrouwen. En ze zien zij, het vertrouwen is de zus van het geloof. Dat is heel mooi en dat is zo. God ziet, als wij in Hem geloven, vertrouwen stellen, werkelijk, had Hij ons niet in de steek laten. En in tegendeel had Hij dingen die slecht zijn, die slecht bleken te zijn, veel genade kunnen daaruit uithalen. In het evangelie volgens Matthäus 10, we gaan verder zien deze genade van de Heer die ons wil voorbereiden om als christenen in het leven te staan. Matthäus 10. In die tijd zei Jezus tot de 12, zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Wees dus omzichtig als slangen en acheloos als duiven. Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechterbanken en u hezelen in hun synagogen. Hij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van mij, om zo ten overste van hem en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter wanneer men u overleeft niet bezorgd over het goed en of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal uw woorden ingegeven wat hij moet zeggen. Want niet hij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Hij zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Wanneer men u in de ene stad vervolgt, vlucht dan naar de andere. Voorwaar ik zeg u, hij zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de Mensenzoon komt. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Nou, wij zien hier deze genade die God aan ons schenkt van zijn bijstand bij de vervolging. En het is mooi, ik zei ook een paar dagen geleden dat Jozef een voorafbeeld is van Christus. En hier zien wij alles dat Christus heeft geleefd en wij als christenen gaan leiden om getuigenis van hem af te leggen. Maar
De oorzaak, de centrale oorzaak van alle twee leden is omdat wij bemind zijn als kind van God. Als kind van de vader. Jozef heeft alles geleden in de overstand van zijn broers omdat hij de beminde zoon was. En Jezus heeft veel geleden voor ons omdat hij de beminde zoon ook was. En wij zien dat wij als christenen, wij zijn ook beminde kinderen van hem. Vrije kinderen, maar ook vooral beminde kinderen. Hoe is het? En omdat wij beminde zijn, dan gaan wij ook gehaat zijn. Omdat als wij bemind, wij beminden ook Jezus. En de wereld haat wie Christus bemint. De wereld bedoel ik, de omstandigheid tegen Christus, de tegenstander van Christus. En als wij deze beweging van tegenstand, van vervolging ontvangen met vertrouwen, dan gaan wij echt kunnen vinden deze volharding, deze standvastigheid, die gaat in vrucht zijn van deze uitdaging en moeilijkheden. Het is ook wat de zin onderaan in het compendium van het boek van leven zegt. God gaat tot het uiterste in zijn liefde voor ons. Zoals wij tot het uiterste moeten gaan in onze geloofsdaden. Dan het is in oproep, in overeenkomst. God heeft alles gegeven en wij geven ook alles aan hem. En het is in deze richting, dit offer van liefde en deze ontmoeting van liefde. Deze genade van kind en zoon te zijn, die ik wil ook met u delen. Vanuit deze exhortatie. De vreugde van de liefde, Amoris Laetitia. In een paar zinnetjes die spreken over deze vergelijking tussen het offer van Jezus en het kruis en het sacrament van het huwelijk. Het huwelijk is iets heel heilig en heel wonderbaar ook. Het is de zegen van God over een echtpaar die wil voor de rest van hun leven samen zijn en in gezin vormen. En hier in de alinea 73 zien wij een paar passages die zijn heel interessant voor ons. Het sacrament is in ding of in kracht omdat Christus zelf daadwerkelijk de christelijke echtgenoten tegemoet komt in het sacrament van het huwelijk. Hij blijft hen nabij. Heeft hem de kracht hem te volgen door hun kruis op te nemen, wie op te staan wanneer zij struikelen, elkaar te verheven, elkaars lasten te dragen. Hoewel de analogie tussen het man-vrouw koppel en dit van Christus en de kerk een onvolmaakte analogie is, nodigt ze ons toch uit om de Heer te aanroepen om zijn eigen liefde uit te storten over de beperktheden van de echterlijke relaties. En op het einde, zij zullen de echtparen ooit nooit alleen zijn, aan hun eigen krachten overgelaten om de uitdagingen die ze aandienen op te nemen. Zij zijn geroepen om de haven van God te beantwoorden met hun engagement, hun creativiteit, hun weerbaarheid en hun dagelijks strijd. Maar zij kunnen altijd de Heilige Geest aanroepen die hun inwording geheiligd heeft, zodat de ontvangen genade onophoudelijk in elk nieuwe situatie werkdadig aanwezig is. Dan in gezin is gezegend door het offer van hun leven, ook door het offer van Christus. En het huwelijk is in overhaven aan elkaar, zoals Jezus ook deze overhaven van zichzelf aan het kruis voor ons heeft gelaten. En wij zien dat deze haven voor elkaar is vol van goede wil en bereidheid, maar dat heeft altijd nood aan hulp van boven. En hier worden de gezinnen en de echtpaar uitgenodigd om de Heilige Geest aan te roepen. Hier komt de drieënheid volledig. En voor elk
roepen de aanwezigheid van de Heilige Geest is heel belangrijk. Waar we echt zijn begeleiden, zijn bijstand. Zoals Hij ook sinds het begin met de aartsvader ook Hem heeft begeleid. En laten leiden en laten zich begeleiden door Gods genade in alles en door alles. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt Hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u. Ik ben Heidi en ik ben 54 jaar. Ik ben sinds een paar jaar verbonden aan de gemeenschap Zaden van het Woord. Tevens neem ik ook deel aan de bijeenkomsten van de avonden van het verbond. Graag wil ik hierbij getuigen over mijn liefde voor Gods woord, dankzij de Lectio Divina. Toen ik er 1,5 jaar geleden mee begon, leek het me moeilijk, maar een uitdaging. Ik had al heel wat kennis van de Bijbel, dacht ik. Ik kende vooral het woord via de heilige missen die ik trouw bijwoonde. Ik luisterde aandachtig naar de preken iedere week en daar bleef het zo al bij. Af en toe schoten me in de week woorden door het hoofd van de preek van die zondag en die probeerde ik dan toe te passen in mijn dagelijks leven. Tot ik kennis maakte met de Lectio Divina via de gemeenschap Zaden van het Woord. Ik las dingen die ik nog niet eerder in de Bijbel had gelezen. Het deed me veel nadenken, maar ik merkte dat ik niet altijd even trouw was aan de dagelijkse beleving ervan. Soms door tijdsgebrek en ook excuses waarmee ik mijzelf suste. Tijdens de lockdown kwam er meer tijd vrij en voelde ik in mezelf een honger naar het woord. Ook was er een verlangen om God, Jezus, Maria, Jozef en de volgelingen van Jezus beter te leren kennen. En vooral, hoe kom ik dichter bij God? Wat verlangt God van mij? Dus begon ik toen zoveel mogelijk de Lectio Divina te doen. Ik ervaarde ook dat er een ommekeer in me was gekomen met betrekking tot het woord. Van lauwheid naar meer vurigheid en nieuwsgierigheid van wat het woord allemaal te vertellen heeft. Ook dankzij de hulp van iemand van de gemeenschap die me verder erin begeleid heeft. Dat is toch wel belangrijk. Ze helpen je ook om vooral trouw te zijn en te blijven aan de Lectio. Je merkt dat ze veel liefde in hun hart hebben voor Gods woord. Heel dikwijls ervaar ik dan een innerlijke rust erna. Ik doe altijd de Lectio Divina 's avonds, omdat ik nog altijd ga werken. Af en toe doe ik dan eens een schietgebedje tot God of de Heilige Geest om me te helpen. Maar dan heb ik wel regelmatig vreugde in mijn hart, omdat ik toch iets heb kunnen toepassen van de lezing overdag. Ik kan het alleen maar aanraden aan iedereen. Het is heel leerrijk en ook heel meditatief. En vooral mijn liefde tot de Heilige Drie-eenheid, Moeder Maria, is erdoor gegroeid. Ook zo mooi om te ontdekken hoe God alles voorziet en hoeveel Hij van de mens houdt. Tevens krijgt men ook meer liefde voor zijn naaste, omdat je steeds meer in de voetstappen van Jezus wilt treden en je wilt laten leiden door de Heilige Geest. Je ontdekt steeds meer waarom je hier op aarde bent en wat je uiteindelijke eindbestemming is, de hemel. Daar zijn we voor geschapen en daar wil God ons graag bij zich hebben.